Tot vanavond dacht ik echt serieus dat die nep zonder tranen, gisteren bij NPO Radio 1 van Tim Den Besten, satire was. Ik begrijp nu pas dat dit serieus bedoeld was, man oh man. Caroline van der Blas. Tim Den Besten, is Nederland gek geworden? Harry Vermegen. Maar Tim Den Besten, wat heb je dan nou gedaan dat je zo vreselijk overstuur bent? Heb je met je dronken kop een overstekend groepje kleuters aangereden of zo? Coco Riga. Nee, ik heb. Ik heb Knecht gezongen, zonder na te denken. En dat is zo niet wie ik ben. Maar wat is er gebeurd? Televisiemaker Tim Den Besten was bij The Gay Pride. En was een live-uitzending aan het maken samen met een paar anderen, waaronder Rick van der Westerlaken, vanuit Amsterdam. En Tim. Die ziet naast zich allemaal bootjes voorbij trekken. Een vriend van hem, Nicolaas, ook televisiemaker, staat op een van die bootjes. Tenminste, dat denkt Tim. Dus die ziet een bootje aankomen, die denkt, daar staat Nicolaas op. Bootje plus aankomen plus Nicolaas. Nou, de eerste associatie die er bij hem opkomt is, daar komt Sint-Nicolaas aanvaren. Geen leuke grap, maar. Hij heeft het al gezegd. Het is een live uitzending, dus hij denkt: ik trek de grap nog even wat verder door, dan wordt hij misschien nog leuk. Dus hij begint een Sinterklaasliedje te zingen. Kom maar binnen met je knecht, hield hij ook meteen weer mee op, want zo grappig was het allemaal niet. Oké, okay. je zit misschien te wachten op een moment in het verhaal dat er iets vreselijks gebeurt. Maar dit is het. Dit is het hele verhaal. De dag daarna. Tim zit huilend in de Radio 1-studio. Caroline van der Plas zag geen tranen, maar hij heeft echt wel glazige oogjes. En hij heeft nog nooit zoveel spijt van iets gehad als het zingen van één zin uit een Sinterklaasliedje. Hij is volledig overstuur. Hoe hij zo snel bij Radio 1 kon aanschuiven, dat weet ik niet. Was dit al ingepland? Hebben ze hem gebeld? Of heeft hij zelf de redactie opgebeld en gezegd: Mag ik alsjeblieft zo snel mogelijk in de uitzending, want ik wil mijn naam zuiveren? Ik vermoed het laatste. Ik vermoed dat hij iemand heeft gebeld. En toen hadden ze bij Radio 1 natuurlijk moeten zeggen: Zegt Tim, uh, aan dit soort flauwekul gaan we geen zendtijd besteden. En we hebben ook al een andere gast, die gaan we hier echt niet voor afzeggen. Had de redactie moeten doen. Hebben ze niet gedaan, want Radio 1 is een serieuze nieuwszender, zogenaamd. En dit was in hun ogen serieus nieuws. Nou, het ging dus om het woord knecht. Er stonden een heleboel mensen op die boot, waaronder ook één iemand met een donkere huidskleur. En als je dan knecht gaat zingen, ja, dan moet dat wel op die ene persoon slaan. En dat is racistisch, zo redeneert woke Nederland. En dan is het niet alleen een racistische opmerking, maar degene die die opmerking maakt, omdat hij vrij aan het associëren is, is dan per definitie een racist. En dan mag je niet meer meedoen met de andere wokies. Dan word je uit de club gezet. Tim zit in die club. Die zit in het Amsterdamse wokwereldje. En die heeft natuurlijk een dag lang de woedende wokgemeente over zich heen gekregen. Niet alleen op social media, maar waarschijnlijk ook mensen die die persoonlijk kent. Die hebben een berichtje lopen sturen van: Tim, dit kan echt niet. En ben je stiekem een racist? En als je dat niet bent, dan moet je onmiddellijk in het openbaar, in de media, sorry zeggen. Anders gaan we je cancelen. Ja, zo zijn de regels. En toen heeft Tim in blinde paniek de radio opgebeld. En daar niet één, maar een hele stapel boetekleden aangetrokken. En daar valt heel veel over te zeggen en dat hebben ook al heel veel mensen gedaan. Ging al die ophef en drama hierom. Unbelievable. Men zit gevangen in een massa psychose. Griezelig. QQ Hacena. Het ergste aan de Tim Den Besten rel vind ik nog dat de interviewster maar bleef benadrukken dat hij een foutje had gemaakt in plaats van te benadrukken dat hij slechts een grapje met vriend Nicolaas uithaalde. Van je vrienden moet je het hebben. Maar niet bij Wook. Gert-Jan Sipma. Man zingt een klassiek Sinterklaasliedje op tv. Rel van je welste. Men is boos. Man huilt uit op de radio. Nederland anno 2022. Helemaal knots knettergek. Ralf Sluis. En dat hoorde je natuurlijk van alle kanten. Die Tim is gek. Hij maakt van Mugg een olifant. Dit is achterlijk gedrag. Die gast is zo over de top politiek correct dat het inderdaad eerder satire lijkt dan wel gemeend. Ik heb een iets andere lezing. Want als je iemand voor knotsknetter gek verklaart, dan zeg je eigenlijk: Ik snap het niet. Ik snap Tim niet. En in plaats van dat ik ga proberen om zijn gedrag te verklaren, Plak ik er een hele grote sticker op met gek. Veel mensen hebben een apart hoekje in hun wereldbeeld. En dat hoekje is gereserveerd voor alles wat ze niet begrijpen. Dat is een hoekje met allerlei dingen die ze als gek bestempelen. Maar dingen zijn niet gek. Jij vindt bepaalde dingen gek omdat je ze niet begrijpt. We often get frustrated or angry. With the people around us projecting our emotions and frustrations onto them when we don't understand them. The moment we understand, it can change our whole attitude, creating a space of opening. When we proactively nurture an understanding mindset, we approach people with openness, even if they're difficult, because we're committed. They're always looking beneath the surface instead of making judgments and assumptions. Ze zeggen ook wel: to understand is to love. Maar Ben Faisal zegt hier eigenlijk: je hoeft iemand niet eens te begrijpen als je maar de intentie hebt om iemand te willen begrijpen. Dat is al genoeg, want die intentie creëert ruimte. Die creëert ruimte in je denken, in je energieveld. En je geeft die ander ruimte om ergens doorheen te werken. En die ruimte ontstaat alleen met openheid en acceptatie. Als je iemand wil sturen of bijsturen of iets wil opleggen, dan is er geen acceptatie meer. Dan kun je wel zeggen, ja maar ik heb goede intenties, maar dat zijn geen goede intenties. Uiteindelijk moet iedereen er zelf uitkomen. Je kunt iemands lessen niet voor iemand leren. Je kunt iemands verwerkingsproces of ontwakingsproces niet voor iemand doormaken. Het beste wat je kunt doen is iemand ruimte geven om zelf zijn worsteling aan te gaan. Zelf zijn schaduw aan te kijken. Iemand voor gek verklaren, zeggen. Wat een idioot is dat. Zeg niets over die ander en alles over jou. Als je iemand wegzet, dat betekent dat je een bepaald aspect van jezelf terugziet in die ander. Maar omdat je dat aspect niet snapt of niet accepteert, projecteer je dus eigenlijk een soort zelfhaat op iemand waar je jezelf in herkent. Alleen is dat niet bewust. Want als je dat wel bewust maakt, dan is er geen zelfhaat meer. En is er ook geen haat meer naar die ander toe. Dan is er alleen nog maar acceptatie van jezelf en dus van ieder ander. Hokjes denken, mensen labels opplakken, mensen wegzetten. Het zijn allemaal uitingen van onbewust leven. Als je mensen ziet of spreekt die constant zitten te oordelen, dan weet je. Die hebben nog veel innerlijk werk te doen. In dit leven of een volgend leven. Maakt niet uit. Maar als je dit mechanisme één keer doorhebt. dan zie je het aan de lopende band om je heen: het totale gebrek aan acceptatie. en het totale gebrek aan anderen proberen te begrijpen. Nou, terug naar Tim den Beste. Het was geen satire. Hij was wel overstuur. Maar waarom was hij zo overstuur? Waarom kon hij niet gewoon zeggen: sorry, jongens, meisjes, sorry, non-binaire medemensen, mededieren en andere wezens. Ik ken de regels. Ik ben geen afvallige van het wokeisme. Ik had wat langer moeten nadenken en mijn woorden wat beter moeten kiezen. Maar kan gebeuren. Volgende keer beter. Maar dat zei hij niet. Hij was emotioneel aangeslagen. En misschien kwam dat omdat hij werd overladen met allemaal negatieve reacties. Maar ik denk dat de oorzaak dieper ligt. It seems to me that everyone on this planet that I know or have worked with is suffering from self-hatred and guilt to one degree or another. The more self-hatred and guilt we have, the less our life works. We find we have an inability to speak up for ourselves and we are always trying to please others. It has been my experience that the very bottom line for everyone I have worked with is always, I'm not good enough. Resentment of others, criticism of ourselves, guilt over the past and fear of the future are the most damaging mental thought patterns we can have. These thoughts can destroy the body. dus Louise Hay. En hierin ligt volgens mij de kern van het probleem. De woke-ideologie heeft alleen vat op mensen met een laag zelfbeeld. Die zijn door dat lage zelfbeeld en een gevoel van zelfhaat, en schuld, en de overtuiging dat wie ze zijn nooit goed genoeg is, heel erg beïnvloedbaar. De woke energie grijpt zich vast aan deze lage frequenties. Op het moment dat je je dus vrijer, spontaner en authentieker gedraagt, dan word je meteen gezien als bedreiging. Want je gaat in tegen de wokregels die voorschrijven dat je juist niet vrij mag zijn, dat je niet spontaan mag roepen wat er in je opkomt en authenticiteit is al helemaal vloeken in de woke kerk, want de regels hebben geen vat op iemand die authentiek is. Nou, hoe niet leuk Tim's Sint-Nicolaas-grap ook was, het kwam spontaan in hem op. Het was mooi weer, het was gezellig, ze zaten wat te dollen op televisie en hij liet zichzelf even gaan. Nou, dat is tegen het zere woke been als je dat doet, want je moet overal en altijd. Op je woorden letten. Elk woord kan kwetsend zijn. En er zijn een heleboel woorden die je sowieso niet mag gebruiken. En dat moet je constant in je achterhoofd houden. Wat natuurlijk een onmogelijke taak is. Maar dat is woke. Je wordt zo streng door de andere wokies. als een soort hele enge sociale controle. in de gaten gehouden en afgericht. dat je eigenlijk niks meer durft te zeggen. Woke is een doodscultus. En niet in de zin dat ze zich gezamenlijk van kant maken, maar ze proberen de authenticiteit van mensen te doden. Waarom was Tim nou zo emotioneel in de lappenmand? Niet om al die vervelende berichtjes die hij had gekregen, niet omdat hij spontaan was geweest. Nee, hij was emotioneel omdat hij van zichzelf niet zichzelf mocht zijn. De dag ervoor in Amsterdam was het feest, allemaal andere homo's om hem heen, nou geweldig. En hij rook weer even aan de vrijheid. Er kwam weer even een vleugje authenticiteit door hem heen. Maar hij zit zo diep ondergedompeld in de woksaus. Dat hij toen tegen zichzelf heeft gezegd. Dat mag niet. Ik mag niet authentiek zijn. Dat moet ik onderdrukken. Hij had namelijk ook kunnen denken. Ja, maar wacht nou eens even. Dat gevoel van spontaniteit, gewoon zeggen wat er in me opkomt, dat is zoveel fijner. Dat is leven. En weet je wat, ik stap uit de club. En jullie kunnen me cancelen, jullie doen maar. Maar het is niet zo fijn om gewoon te zijn wie ik ben. Hé, hè. He, wat heb ik dat gemist? Maar nee, dat durft hij die niet aan. Hij heeft zijn ziel met allerlei. Hersenkronkels buitenspel gezet en zichzelf terug in de wolkkast geduwd. En het gevoel dat je dan krijgt als je jezelf verlogent, als je je ware zelf, je authentieke zelf verbiedt om naar buiten te komen. Het gevoel dat je krijgt als je je ziel onderdrukt, is zo ongelooflijk verdrietig. Dat voelt echt alsof er een stukje van jezelf doodgaat. Of eigenlijk alsof je een stukje van jezelf dood maakt. En je doet dat bewust. En je vertelt jezelf dat dit de juiste keuze is. En er komen tientallen redenen bij kijken en argumentaties. Dat doe je allemaal in je hoofd. Maar je voelt dat dit niet is wat je moet doen. Je ziel, je ware zelf, barst in tranen uit. En zo erg dat dat ook fysiek gebeurt. En dat is mijn lezing van wat er bij Tim gebeurde. Natuurlijk was er ook druk van buitenaf en van zijn vriendenkring. En natuurlijk hebben andere wokies hem deze ideologie aangepraat. En dan komt er een enorme dosis sociale druk bij kijken. Dat is allemaal waar. Maar uiteindelijk maak je zelf de beslissing om hierin mee te blijven gaan. En nu kunnen er twee dingen gebeuren. Hij zal waarschijnlijk nog een tijdje meedoen met de wokie pokie. Maar hoe langer hij in deze cultus blijft zitten, hoe groter de depressie zal worden. Woke is een doodlopende straat. En blijkbaar is dit iets dat uitgespeeld moet worden. Het is geen toeval dat dit is ontstaan. Het is geen toeval dat bepaalde mensen zich hiertoe voelen aangetrokken. Woke is voor bepaalde mensen nodig om specifieke levenslessen te leren. Hoe zorg je ervoor dat iemand iets leert over hoe je op een authentieke manier leeft? Nou, door het tegenovergestelde te ervaren. Woke is een doodlopende straat, maar ook doodlopende straten hebben een functie. Tot zover de Interdimensionale Wokeshow, aflevering 71. Tot volgende woke.